Who's that lady? Such a beautiful lady. A fine lady. Intelligent lady. Bijlme Boekt is een literaire variété. Wat Bijlme Boekt zo bijzonder maakt, is de diversiteit. Het literaire is een verzamelnaam van alles wat met kunst te maken heeft eigenlijk. Het is een avond waar schrijvers komen. Er is comedy, er is muziek, er is jong talent, theater soms. Het komt allemaal samen en het is één. Hartelijk welkom namens de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en het Bijlme Parktheater. Naast de literatuur is het ook muziek. Is het ook een gevoel. Is het ook liefde. Ja, het is feest. Reizen, elke avond drinken, vreemd gaan. Ik heb het allemaal al gedaan. Ja! Ik dacht, wat moet ik nu? Op die twee handbikes wil ik nu van Istanbul verder fietsen naar Syrië. Ik was toevallig bij de eerste editie van Bijlme Boekt, dat was in 2012. Dat was met Kees van Kooten, Karen Ahmad Moekrim. Tover is er misschien een vader mee. Een vader speciaal voor mij. Ik ben geen man van nat hout. Ik ben geen markeerpunt. Ik word als straf in de schoot van de aarde. Zat ik in het publiek en nu mag ik 5 jaar later zelf optreden. Dat is wel bijzonder, ja. Ik dacht alleen maar aan het weerzien met mijn vader. Op zijn tweede dag had hij woonruimte gevonden in een flat in de Bijlmermeer. Iets wat in het Duitsland in al die jaren niet was gelukt. Ik kon echt, hoe noem je dat, meeleven met het verhaal. Dus ik kon het gewoon zien gebeuren. Dus dat vond ik wel heel goed gedaan. Er zijn altijd wel een paar grote namen verbonden, maar meestal kom ik voor de mensen die je nog niet hebt gehoord. En nu hebben we de Bijlme Schrijft Literatuurprijs, Jongerenprijs, voor het eerst. Dus dat, er zijn hele jonge schrijvers die genomineerd zijn vandaag. Dus dat is ontzettend leuk. Mijn plan werkte heel erg goed. Na een week wilde Claire mij al terug, maar ik zag haar niet meer zitten. Ze was voor mij een hartbrekend monster geworden. De jury ziet potentie en groeimogelijkheden in deze jonge auteur. De winnaar is Kienen Omtzigt. Die verhalen van mijn tegenstanders waren ook heel erg goed. Dus ik had echt niet verwacht dat ik zou winnen. Want je krijgt een jaaropleiding ter waarde van 1250 van professionele schrijvers. Het is een manier waardoor ik nu beter ga leren schrijven en mijn verhalen beter kan maken. En dat is wel heel handig, ja. We gaan nog veel van jou horen. Met muziek vertel ik ook verhalen. Won't let it, won't let it. Get the best of me. I'm not gonna let it, not gonna let it come between you and me. Het is sowieso mijn allereerste optreden in de Bijlmer ooit. Ik ben gedebuteerd in 2012 met Verloren Grond, maar ik heb nooit opgetreden in de Bijlmer. En dus voor mij wel een bijzondere avond, een soort van homecoming. Into the steeple, where there's beautiful people, where there's only one kind. Het is leerzaam en gezellig. Nee, dit is mijn eerste keer. Het is literatuur op een gezellige, warme manier. Ja, er waren goede vibes. En ik vond de afwisseling heel leuk. Ja, het voelde heel losjes en heel ontspannen en heel relaxed. Alsof je met z'n allen een soort familiediner had. Het is bijna familie geworden hier. Geweldig, ik heb genoten. Ja, heerlijk. We gaan daar altijd iedere keer naartoe. Als er weer eens Bijlme Boekt is, dan ben ik hier. Ik ben in mijn element. Het is altijd een heel gevarieerd programma. Het is leuk. Het heeft ook altijd iets betrekking op de Bijlmer. Het is heerlijk om in de buurt naar zoiets goeds te gaan. En dat is iedere keer weer verrassend. Ook de variatie aan auteurs, opkomende auteurs, die zie je dus hier. En die kun je ook volgen. Toen ik hier opgroeide in de Bijlmer was er nog niet een theater. Er was geen literatuur in de Bijlmer, behalve dan een bibliotheek. Maar er waren geen optredens. En hiermee breng je met Bijlme Boekt breng je ook schrijvers en de literatuur naar de Bijlmer. En breng je cultuur naartoe. Dus ik vind het belangrijk en ik vind het ook bijzonder. En het is een prachtig initiatief dat eigenlijk al nu 5 jaar lang mooie dingen doet in de Bijlmer. Go, 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 go. Go, go, go.